Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Ja, fijn dat jullie allemaal kijken en welkom bij dit toch wel bijzondere uitzending van Randstad. Randstad In-House Services, het bestaan van 25 jaar dit jaar. En dat willen we op een bijzondere manier willen we daarbij stilstaan. En dat doen we aan de hand van een beetje een De Wereld Draait Door-achtige setting. We hebben een hele mooie tafel, zoals u ziet, met mooie gasten. Zwaargewichten, kan ik wel zeggen. Zij geven een kijkje zo meteen in hun keuken over hun samenwerking met Randstad. Nou, ik zit natuurlijk niet alleen. Ik zit naast Hans, de directeur. Zometeen ga ik met jou in gesprek, Hans. Ja. We hebben een live band met muziek, Hans en Brechtje. We hebben zelfs een huisdichter, dichteres. Zij schrijft de hele uitzending mee en maakt daar een heel mooi liedje van. Aan het einde van de uitzending zal zij die ook voordragen. Ja, Hans, ik noemde jouw naam al. Jij bent echt, we doen het samen met z'n tweeën. Ja. Normaal gesproken zou Merel Westrik hier zitten, op deze kruk. Merel is ziek, ik mag haar vervangen, maar we wensen haar natuurlijk heel veel beterschap. En de volgende keer zit zij hier gewoon natuurlijk weer op deze kruk. Ja, een beetje De Wereld Draait Door-achtige setting. Dus, wat is jouw nieuws van de dag? Mijn nieuws van de dag is eigenlijk nieuws van gisteren. De naam Cleo Smith, een meisje. Ja, dat kleine meisje. Vier jaar oud, twee weken geleden in Australië ontvoerd. Ouders waren aan het kamperen. En gelukkig gisteren het bericht dat ze, na omstandigheden in ieder geval, goed teruggekomen is. En als je dan bedenkt dat ik drie prachtige dochters heb en ook kamperen leuk vind, dan begrijp jij wel dat dat mijn nieuws van de dag is. Ja, dat heeft je dus ook bezig gehouden, die twee weken. Dat soort dingen, dat raakt mij nou wel. Ja. Ik vond het echt mooi om te zien dat dat goed is gegaan. Volgens mij heeft de hele wereld de adem ingehouden toen dat meisje gevonden werd, levend en wel. He? Ik kan niet voor de hele wereld spreken, maar voor mij zeker. Het is een bijzondere tijd waarin wij ons bevinden. Ja, dat is een mooi bruggetje, want als je kijkt naar ook hoe het thema, een vernieuwende kijk op de arbeidsmarkt, dat is ook echt nodig. Er zijn echt een aantal dingen die gebeuren. Kijk, we hebben het allemaal over schaarste. En dat zag ik gisteren ook, dat wordt zelfs al hyperschaarste genoemd. Nou, maakt mij niet zo heel veel uit hoe we het noemen, maar de schaarste op de arbeidsmarkt. En dat is echt niet alleen de economische groei. Als je kijkt naar de vergrijzing, die zit echt door, zeker voor de komende jaren. En als je naar jou en mij kijkt, hoe wij ons kooppatroon veranderen, daar ontstaat veel meer werk uit. We laten alles thuis bezorgen. Ja. Dus ik weet zeker dat we daar nog heel veel jaren mee te maken hebben. Dus schaarste vraagt om een andere kijk. Ook de maatschappij. Als je kijkt naar hoe er gekeken wordt naar hoe we met arbeid omgaan en hoe we met flexibiliteit omgaan, dan vraagt zowel de maatschappij, en dat vertaalt zich naar de overheid, naar een andere kijk om dat in te vullen. Nou, daar hebben we zeker beelden bij. En last but not least, 1,1 miljoen mensen staan aan de zijkant, zeggen we dan mooi. Wat bedoel ik dan? Dat er 1,1 miljoen mensen zijn die meer of überhaupt werk zouden willen doen. Wat ons nu niet lukt om die aan het werk te krijgen. Daar hebben we samen echt wel wat te doen. Ja. Dus over vernieuwende kijk, volgens mij is er genoeg te doen. We hebben genoeg te bespreken. Zeker. Dus ik zou zeggen, aan tafel. Doen we. You know it doesn't make much sense. There ought to be a law against anyone who takes offense at a day in your celebration. Inmiddels bij mij ook aan tafel Jacques van den Broek, CEO natuurlijk van Randstad. Welkom. Ja. En Frank Snellens van Scania Groep. Ook welkom. Dank je wel. Beide heren. Hans, ik begin toch eerst nog even met jou. Ja. Voordat ik echt met deze heren in gesprek ga. Want jij wil nog even wat mensen ook bedanken. Dat voel je goed aan. We zaten daar net. Ik mag dan algemeen directeur zijn van Randstad In-House. En dat is een prachtige rol. Maar alleen ben ik helemaal niks. Dus ik wil echt nadrukkelijk klanten, collega's, kandidaten bedanken voor het feit dat we dit nu zo kunnen vieren. Zelfs voorgangers. Ik bedoel, ik ben dan nu verantwoordelijk, maar ik vind het mooi dat we het echt samen doen. Dus ja, wat dat betreft, in-house alleen is in-house ook niks. Dus dat doen we echt met elkaar. Ja. Dus een dankje, een bedankje, is zeker op zijn plek. Okay, mooi. Jacques, we vieren het 25-jarig bestaan. Hè? En dat is een beetje de rode draad natuurlijk van deze uitzending. Jij hebt ooit aan de wieg gestaan. Ja. Hoe is dat zo ooit gegaan dan? Ja, nou, ik werk al heel lang bij Randstad. Hoe lang? Bijna 34 jaar. En ik zat in Brabant en een van mijn klanten was Van Melle.
Was toen nog een Nederlands bedrijf, inmiddels Italiaans, hè, van de Mentos. Nou, ik zat bij die klant, klassiek gesprek, zeg, ja, weet je, ik begin om 6:00 ochtends, dan ben jij er niet. Ik heb een weekendpool, dan ben jij er niet. Ik zeg, nou, weet je wat we doen? We gaan gewoon bij je in huis zitten en dan draai je gewoon mee in de ploegen. Nou, vond die klant een geweldig idee. Maar dat was je eigen idee? Ja. Eigenlijk ja, dat was heel lang geleden. Hè. Sinds die tijd niks meer uitgekomen. Maar ja, dat was... Nee, maar toch, maar het kwam uit jouw hoofd dat ik zei, hey, weet je wat, ik kom dan bij jou in huis. Ja, ik ga meekijken. Ja, ja. Dus ik belde het hoofdkantoor, ik zeg, ik ga een nieuwe vestiging openen. Dus die zei, oh, wat leuk, waar, welke plaats? Nee, bij de klant, dat doen wij niet. Nou, ik had nog 2 bureaus en een computer staan, dus ik ben gewoon begonnen. Een paar weken later belden ze me op, die 150 uitzendkrachten, welke vestiging was dat ook weer? Het was bij die klant. En vandaag hebben we er 2200. Ongelooflijk. Ja. Maar als je dan, als je het nu, want welk jaar praten we dan? 1991. Was jij 3 of zo? Ja. Toen was ik nog niet geboren. Nee. Was ik 11. En nu, 2021, hè, wat zijn een beetje de overeenkomsten? Of misschien juist de grote verschillen? Nee, dat is een goede vraag. Eigenlijk begonnen we daarmee omdat het ook moeilijk was om mensen te vinden. Dus vaak belde die klant in 1 keer op vrijdagmiddag van ik moet nog 10 man. En dat overviel ons. En dan ging de hele vestiging plat om die aanvragen te zoeken. Dat was midden jaren 90 nog veel erger. Dus toen ik begon was het vroeg. Midden jaren 90 was het nog steeds erger. Er waren ook concurrenten die zeiden, die zetten ook al van die keten daar bij klanten. En die zeiden van ja, van ons krijg je precies de mensen die jij nodig hebt. En bij Randstad krijg je gewoon de 10e uitzendkracht die binnenloopt. Nou, en nu, en Hans gaf het al even aan, hè, daar bij jullie opening. Nu is het echt structureel. Vroeger was het nog gelieerd aan economische groei. Dan had je mensen tekort, ging het wat minder, kwamen er weer mensen. Nu is het structureel. Dus het is een veel grotere uitdaging nog voor klanten. Nog los van, wat moeten ze kunnen? Hè? Frank werkt bij Scania. Voordat die mensen ingeleerd zijn om het werk te doen. Dat is nog wat anders dan bij een snoepfabriek waar je eigenlijk binnen een uur productief kan zijn. Dus ja, dat is cirkeltjes rond bijna. Maar toch zijn jullie dus wel meegegroeid. Ja. Als je kijkt. Zeker. Want jullie doen het goed. Ja, want toen ik begon was het gewoon, ik ga zitten en we kijken wel. Ja. En mijn collega's deden dat ook. En op een gegeven moment hadden we 50, 60 van die in-houses. Toen zeiden we, ja, we moeten hier toch gewoon een business line van maken. We moeten dat gaan beschrijven. We moeten een planning tool kopen om dat te automatiseren. Dus ja, toen zijn we daarmee verder gegaan. En Had je kunnen bevroeden toen van, hey, ik heb hier goud in handen, maar ik heb hier iets nu bedacht of neergezet. Dat zou dus een heel belangrijk onderdeel kunnen worden van Randstad. Nou, in het begin zeker niet, maar je zag wel dat het heel makkelijk verkocht. Alhoewel, het is voor de klant wel een hele stap. Dus de personeelsbaas die was vaak ook bang voor zijn baan. Wat betekent dit? Je ging ook lastige vragen stellen. Hè? Waarom plan jij Kees steeds langs die band? Want Kees moet ergens anders staan. Dus het was altijd wel hard werken om echt wat wij noemen het concept bij die klant geaccepteerd te krijgen. Wij dachten ooit, nou dat kan wel eens een 15% van de omzet worden. En nu is het wereldwijd 25% van onze omzet. En dan zitten we alleen nog maar eigenlijk in logistiek, in fabrieksachtige omgevingen. Maar we zien ook, hè, we hebben ook yacht in-house services, dat het ook bij IT, Seat Service Centers, op het hoger niveau kan het ook. Ja. Als je kijkt nu hè, naar de arbeidsmarkt, we hebben natuurlijk nu de pandemie, de crisis. Als je kijkt economisch is de crisis voorbij, want het gaat als een tierenlier. Maar hoe ziet de arbeidsmarkt er volgens jou nu uit? Ja, goed, Hans gaf dat ook al aan. We hebben echt structureel een probleem. 1 miljoen mensen die meer willen werken of willen werken, die vinden die weg niet. Het reservoir, de mensen die we nodig hebben, zitten in banen die binnen 3 tot 5 jaar verdwijnen. Witte boordenbanen bij verzekeraars, banken en de overheid. Die moeten nu getraind worden voor die banen van de toekomst in e-commerce, logistiek, in gezondheidszorg, opleidingen, hè, educatie, de scholen. Hè, willen ze dat? Nee, serieus, dat willen ze niet, want we hebben het al heel vaak over een leven lang leren. Eigenlijk willen mensen dat niet. Dat hebben we vorig jaar nog gezien. We hebben 13.000 mensen in Nederland benaderd, die zaten in NOW, feitelijk thuis, wel doorbetaald. En zeiden we, joh, jij werkt rondom Schiphol, dat gaat voorlopig niet terugkomen. We hebben gekeken naar je profiel, jij kan dat, dat en dat doen. Van die 13.000 mensen, gratis opleiding trouwens, die 13.000 mensen heeft 7% overweegt dat te gaan doen. En dat is, je zou kunnen zeggen, het red carpet treatment. 1-op-1, ik ken jou, ik weet wat je moet doen en ik reik het je aan. Ja. En wij werken heel veel met bedrijven, met banken, met overheidsinstellingen, PostNL. Zij vinden het heel moeilijk om mensen tot beweging aan te zetten. Dat is een hele, bijna traumatische ervaring om dat te gaan doen. Waarom? Dus, waarom traumatisch? Omdat werk en in een bepaald patroon zit is heel belangrijk voor je. We hebben ook een outplacement bedrijf.
En dan overkomt het je. En dan zit je in één keer thuis. Daar ben je niet op voorbereid. Je bent niet getraind voor een ander beroep. Je bent eigenlijk op zoek naar de baan die je had, maar die is weggeautomatiseerd. Ja. Dat duurt soms maanden voordat mensen daarvan loskomen. Dus het eerste wat we met ze doen, zijn eigenlijk min of meer therapeutische sessies. Om dan pas te zeggen, nou oké, okay, dat is achter de rug, Leonie. Laten we nu eens verder kijken. Je kan dat, je kan dat, je kan dat. Ja. Mensen kijken ook heel smal naar wat ze kunnen. Wat wij doen, is we maken een heel breed profiel van mensen. Van joh, dit doe je wel, maar je kan ook dat, je kan ook dat. En in bedrijven, daar hadden we het net even over, speelt dat ook wel vaak. Dat mensen heel lang op een bepaalde plek blijven staan. Misschien dat dus het angst wat je zegt, hè? Ja. Omdat ze bang zijn dat ze misschien aan kunnen voldoen. Ja. Dus zijn die opleidingstrajecten ook zo belangrijk. Dat klopt, maar de opleiding is één, maar het is vooral de één op één verantwoordelijkheid voor je eigen carrière. We hebben recent ook weer onderzoek gedaan. Wie is nou verantwoordelijk voor dat je aan het werk blijft? Dat je je gezin kan blijven ondersteunen en onderhouden? Mensen zeggen 25%, dat ben ik. En 75% zeggen ze mijn werkgever of de overheid. Dat is een hele grote misvatting. Want het is 100% ben jij verantwoordelijk. Ja. Maar we moeten natuurlijk als werkgever, en werkgevers willen dat, maar ook als overheid, arbeidsvoorziening, moeten wij daarin voorzien. Moeten voorzien in zo'n systeem wat mensen daarbij helpt. Ja, maar het is eigenlijk is het ook wel en-en, toch? Deels ben je zelf verantwoordelijk of zeg je 100% zelf verantwoordelijk? Nou, je moet voor jezelf beseffen dat jij 100% verantwoordelijk bent. Ja. En dan moeten wij als bedrijfsleven, privaat, publiek ervoor zorgen dat we zo'n systeem hebben waar mensen goed geholpen worden. En dat hebben we niet. Dus met het huidige systeem van arbeidsvoorziening, UWV, arbeidsbureaus, individuele bedrijven, gaan we grote problemen krijgen. Ik heb recent, toen ik het derde kwartaal van Randstad presenteerde, gezegd dat we binnen 3 tot 5 jaar de economische groei gaat tot stilstand komen, onder druk komen, omdat we banen niet kunnen invullen. Ja. Ik heb altijd... Het is een arbeidscrisis eigenlijk. Ja, ja. Ik gebruik als voorbeeld, want dat bekt wel lekker. Stel dat we een oplossing vinden dat iedereen in Nederland zo'n warmtewisselaar kan krijgen. Dus gesubsidieerd, bla bla bla, cv eruit, gas eruit. Dan hebben we 150 jaar nodig om dat te installeren vanwege gebrek aan installateurs. Ja. Dus alles wat nu uit Glasgow komt, alle klimaatplannen, fantastisch, moet gebeuren. We hebben er de mensen niet voor. Maar wel realistisch zijn. Ja. Ja. Hoe was het afgelopen jaar voor jullie? Nou, als je kijkt naar afgelopen jaar, dan is het, ik zou bijna zeggen, het bewijs van een springlevend concept is er echt. Als je gewoon kijkt hoeveel klanten of potentiële klanten aan nadenken zijn van shit, ik wil, nou ja, vanuit de geschetste problematiek, ik wil het anders georganiseerd hebben, dan vind ik het super. En wat ik al zei, ik mag er toevallig verantwoordelijk voor zijn, maar daar ben ik echt trots op als je ziet hoeveel nieuwe klanten we hebben kunnen toevoegen aan dit al 25 jaar bestaande concept. 30 nieuwe in-house locaties en als je bedenkt dat we er ruim 200 hadden, plus 30, dat heeft echt impact. En dat is natuurlijk, je ziet in dit soort tijden, er vallen bedrijven terug op nou, een sterk merk. Dus dat voelt dan wel vertrouwd, bewezen concept. Maar ook wel het kunnen helpen met die verandering. Want veranderen vinden we allemaal moeilijk. En als je weet dat je eraan toe bent, dan wil je ook een partij hebben die je daarmee helpt. Ja. Nou, iedereen heeft zijn eigen kracht, maar dat is zeker een van de dingen van ons. Dus ja, dat maakt mij wel trots dat de afgelopen jaren, dat we net 25 jaar, toevallig 25 jaar bestaan, dat we ook zo succesvol kunnen zijn. Is het dan het beste jaar ooit eigenlijk? Nou, dat vind ik gevaarlijk. Ik denk iedereen die je vraagt op dat moment zal het wel hebben over het beste jaar ooit. Het is in ieder geval een heel goed jaar en het bewijst dat dit concept gewoon in de markt past. Zelfs eigenlijk ondanks corona, misschien dankzij corona? Ik denk dankzij. En met name dan even terug, niet zozeer corona, want corona is een tijdelijk iets, maar die structurele beweging die je ziet, die arbeidsmarkt, die vernieuwing vraagt. Ja, dan heb je, als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg, dan heeft het geen zin om harder te lopen, dan moet je anders lopen. En dan heb je vaak een andere partij nodig om anders te lopen. Met respect voor iedereen overigens, hè. Maar dan is het gewoon mooi dat wij daar goed passen. Is dat een typische manier van Nederlands werken? Is dat een typisch Nederlands iets? Gewoon? Nee, zeker niet. We hebben in-house in Argentinië, Canada, Australië en Japan. En alles ertussenin. We zitten in 39 landen en in 30 van die 39 doen we dit. Want ja, een truckfabriek is hetzelfde. Een snoepfabriek is hetzelfde. Maakt niet uit waar die staat. Er zijn wat wetgevende verschillen, maar dat doet niet af aan het concept. Overigens hebben we bij Randstad als geheel wel een recordjaar. Maar goed, dat wilde ik toevallig even zeggen. Maar maakt Nederland ons Nederlands nog wel anders qua DNA als je het afzet tegen andere landen? Of zeg je nee, het is gewoon één blauwdruk, eigenlijk is alles hetzelfde. Ja. Je ziet natuurlijk wel bijvoorbeeld in Duitsland heb je sneller de vakbond in je nek. In Frankrijk ook. In Nederland is het allemaal iets pragmatischer. België zit er weer een beetje tussenin. Japan is het meeste averse land tegen wisselen überhaupt. Het is allemaal heel traditioneel. Maar desondanks, elke klant is vatbaar voor... Wil je efficiënter werken? Wil je nog goede mensen krijgen en houden? Ja, dat is een universeel motief. Maar maak jij je zorgen dan over de toekomst eigenlijk? Ik maak me nooit zorgen. Ik maak me namelijk altijd zorgen. Ja, ik ben nu alweer zorgelijk. Dan zal ik je mijn nummer geven. Dan komen we er wel uit. Het gaat wel te langzaam.
Ja. Ja, ik pak toch even terug naar Nederland dan. We zitten vast. We zitten in systemen, niet alleen overigens op de arbeidsmarkt, maar ook in de zorg, in het onderwijs. Systemen van net na de Tweede Wereldoorlog, met een hele andere opbouw van de bevolking, met hele andere eisen, een hele andere arbeidsmarkt. En dat gaat pijn doen, dat gaat knellen. Daar maak ik me wel zorgen. Maar ik praat daar ook heel veel over. En ik probeer ook met ministers en dat soort dingen, proberen wij bij te dragen eigenlijk. En zij zien dat toch ook wel in? Ja, maar. Het is toch log. Lastig verkoopbaar. Ja, het is toch stug, ja, log. Ja. Maar we beginnen weer opnieuw. En zo'n nieuw kabinet. En dan gaan we de ideeën weer uitvinden. Nou ja, hetzelfde kabinet als het er nu naar uitziet. Ja, maar ze zitten heel anders. Nieuwe bestuurstructuur. Tuurlijk. Nieuw elan. Ja, hebben ze mij beloofd. Ja, ze hebben het gezegd. Ja, daarom. Frank, de arbeidsmarkt die verandert natuurlijk continu. Ja. Momenteel te maken met enorme schaarste. We zeggen het net al. Hoe zie jij de toekomst van de arbeidsmarkt? Nou, ik moet me helaas aansluiten bij mijn linkerbuurman. Ik denk dat als je gaat kijken naar de toekomst, vergrijzing is een groot probleem. Ik heb de afgelopen jaren heel veel in productieomgevingen gewerkt. En dan zie je gewoon dat de gemiddelde leeftijd alleen maar hoger wordt in plaats van lager. Dus daar gaan we echt wel een probleem krijgen. En dat betekent ook dat daarmee kennis wegvloeit uit je organisatie. Maar die vergrijzing, even voor mijn beeld, hè, die heeft mee te maken. Kijk, mensen worden ouder en er komt misschien minder aanwas. Maar is er ook minder interesse vanuit de jonge generatie om productie te willen doen? Ik denk dat er twee dingen zijn. Ik denk ten eerste dat heel veel jongeren denken dat productie vies is. Nou, ik heb heel veel productieomgevingen gezien. Ik werk nu bij Scania, maar hiervoor bij Philips. De gemiddelde productievloer bij ons is schoner dan de gemiddelde studentenflat. Dus wat dat betreft, het valt wel mee. Maar ik denk dat het ook met het imago te maken heeft. Maar ook, we krijgen steeds minder jongeren. Ja. Dus we moeten veel creatiever zijn. En dat is Randstad voor mij wel een interessante partner om te kijken van hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen. Want ik krijg dat ook niet alleen gedragen. Nou, het is wel interessant als ik naar jouw cv kijk. Hè. Je bent nu HR-directeur Scania Producties, Zwolle. Ja. Daarvoor zat je bij Philips, Eaton en Attero. Attero. Allemaal klanten van Randstad in-house. Ja. Vraag me af, is het dan nou toeval dat RIS altijd jouw padenkruis, of zorg jij ervoor dat RIS altijd daar zit, dat je daar kan aansluiten? Goeie vraag. Ik denk dat het een beetje van beide is. Ik denk dat we allebei het gevoel hebben dat we bij een klant gaan werken en ik dan bij een bedrijf gaan werken waar wij wat toegevoegde waarde kunnen leveren. En ik heb met Randstad en zeker met Jacques ook een verleden dat wij ook nieuwe dingen hebben ontwikkeld voor Randstad. Waarbij ik als vooruitlopend voor de muziek geprobeerd heb om samen met Randstad naar nieuwe concepten te kijken en te werken. En ik vind dat ook heel belangrijk, omdat je juist dan, als je innovatief bent en vooruit gaat kijken, een stap kunt maken. Ja, en ik denk dat we nu echt heel erg vastzitten. Maar wat doet Randstad voor jou dan? Wat zo belangrijk? Nou, op dit moment ik werk nog niet zo heel lang bij Scania, dus dat is wat lastig. Maar als ik terugkijk bij Philips, waren ze voor mij een goede sparringpartner. Met name als het ging om flex. We hebben net al gezegd, we moeten heel erg opflexen als productie. Piekziek. Ja. Daar waren ze voor mij best wel belangrijk. Want dat zag je soms niet aankomen, soms wel. Dus er moesten echt alle zeilen bijgezend worden. Maar dat deed je echt samen, als partners. Ja, ik vind, misschien is dat wel wat ons bindt. Ik vind dat je met een in-house vestiging een soort partnership moet aangaan. Nou, het is nog net geen huwelijk, maar komt wel aardig in de buurt. Dat betekent dat je af en toe echt best wel ruzie maakt over dingen. Ja, zo gaan we dat dus niet doen. Andere visie? Andere visie. Nee, maar gewoon een andere kijk op dingen. Dat hoeft niet. De visie is meestal wel hetzelfde. We willen allebei het beste voor het bedrijf. Ja, dat is de eindstip. Dus die is hetzelfde. Ja, okay. Alleen de weg ernaartoe is af en toe anders. Ja. En dan hebben we misschien wel eens ruzie met elkaar, maar uiteindelijk komen we er wel uit. En soms moet je even wat strijd hebben om weer een stap te kunnen maken in de goede richting. En ik heb die samenwerking altijd gezocht. En daar krijg ik gelukkig ook een goed soundingboard aan de andere kant. Dat is wel heel belangrijk. Maar het is dus echt samen, als ik jou zo hoor. Ja. Echt sparen samen. Alleen kan ik het niet. Nee. Want ik heb niet, heb ik de resources niet om al die flexwerkers naar binnen te fietsen in mijn eentje. En Randstad maakt gebruik van een waanzinnig netwerk, wat ik gewoon als zelfstandig bedrijf niet heb. Ik zit heel regionaal en zij kunnen net iets verder kijken. Dus ik heb ze gewoon heel hard nodig. Jacques, toch? Ja. Nog even daarop aansluiten. Frank doet zichzelf, hij omschrijft, hem doet zich ook tekort, maar Frank en de mensen die hier achter ons zitten, dat zijn allemaal mensen die vanuit hun job het beter willen doen voor het bedrijf. En daarin vinden we elkaar altijd. Ik denk dat dat de kern is van de samenwerking. We hebben met alle respect ook mensen bij klanten zitten, of vooral niet klanten. Ja, die durven dat ook niet. Die willen dat risico niet nemen. Ik bedoel, we hebben samen heel veel geld verbrand. Hij voor Philips en ik voor Randstad, om dingen te proberen. En dat gaat niet altijd goed. Maar we hebben altijd wel die basis van vertrouwen. En ik denk dat is heel belangrijk. En de nek uitsteken dus. Ja. Maar Jacques, toch nog even tot slot. Hè? Je gaat afzwaaien. Ja. Wanneer? Eind maart volgend jaar. En dat is dus, wat zei je nou net, 34 jaar? Ja. 34 jaar. Wat ga je doen? Geen idee.
Echt niet? Nee, nee, want ik heb ook nooit commissariaten gehad toen ik nog bij Randstad werkte of iets anders. Ik volledig op dat bedrijf, weet je. Dat bedrijf is nu 7 keer zo groot als toen ik er begon. Dus dat is alleen maar formaat. En dan gaat het nog niet over alle andere dingen die we samen hebben bedacht. Als hij me belt, kan ik altijd naar een klant of naar een prospect, wat dan ook. Dus dat heeft alles van mij gevergd. En ik kijk wel verder. Ze zeggen dat ik iets kan, dus dat gaan we ontdekken. Maar je gaat niet dan lekker met je vrouw nu rondreizen, campertje? Ja, dat vroeg je daarnet ook al. Maar ik denk als ik met mijn vrouw lekker rond ga reizen in een campertje, waar ik al 40 jaar mee samenwerk, of ben, dat is mijn eerste vriendinnetje, dan zijn we binnen 2 weken gescheiden. Oh, dus dat gaat wel goed komen, denk ik, ja. Oké, maar je weet nog het plan. Het is nog een schoon, clean bot. Helemaal. Oh, fijn. Ja. Nou ja, goed. Dankjewel voor nu, heren, voor deze bijdrage. Prima. Tijd voor muziek. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by. It's all taken and no giving, they just use your mind, and they never give you credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5, working 9 to 5. Yeah, working 9 to 5. Dankjewel. Peter van der Maas, CEO DSV Nederland. Voordat ik met jou echt in gesprek ga, Hans, dit is een gigantisch bedrijf, hè? Dit is zeker een gigantisch bedrijf. En wat mooi is dat ze ook enorm groeien. Dat is ook altijd de uitspraak van Peter. Peter, mannen, woord. Hij zegt, Hans, één ding, we groeien. En ieder jaar nog waargemaakt en ze groeien nog steeds keihard. Dus indrukwekkend. Het zijn natuurlijk veel cijfers, maar weet je ongeveer hoeveel mensen er bijvoorbeeld werken voor DSV? Als we kijken alleen in Nederland, dan praten we zeker over 2500 mensen die voor DSV werken. Alleen al in Nederland? Alleen in Nederland. Als we kijken wereldwijd, praten we over 75.000 mensen. Ja, gigantisch. Peter, jullie samenwerking gaat al een aantal jaren terug. Ja. Wat heeft jullie toen de tijd doen besluiten om die samenwerking aan te gaan met Randstad? Nou, wij zaten in 2015, toen onze samenwerking begon, in een situatie waarbij wij in de verschillende regio's in Nederland werkten met verschillende partijen. Dat betekent dat communicatie met al die partijen heel intensief was. Maar dat betekent ook dat je, als je kijkt van de ene vestiging naar de andere vestiging, heel slecht de planningen kon delen. Dus waar wij op zoek waren, was naar een partij die zeg maar de regie nam, waarbij we één kanaal hadden waarbij we konden communiceren over onze vraagbehoeften. En die vanuit meerdere toeleveranciers invulling kon geven aan onze vraagbehoeften. Is het dan zo dat je dan ook echt voor alles zo over de schutting hebt neergelegd bij Randstad Inhouse Services van, nou, los het maar op voor ons? Dat zou een hele mooie droom zijn geweest. Want dat zou mijn leeftijd heel gemakkelijk hebben gemaakt. Maar we hadden net al even, vertelde Frank al iets over een relatie. Wanneer je een relatie aangaat met z'n tweeën. En ik denk dat Randstad Inhouse Services en DSW absoluut een relatie hebben in deze. Dat betekent dat je allebei daaraan moet werken. En dat je allebei elkaar moet vinden in datgene wat je aan het doen bent. Zoals het in elke relatie betaamt, gaat het af en toe goed. Ja. En af en toe dan baait het ook wel eens heb een beetje. Heb ik nooit. Nee, heb ik nooit. Bij mij altijd zonneschijn. Altijd. Na 15 jaar is ongelooflijk. Ja. Maar tussen jullie dus niet altijd zonder slag of stoot? Zeker niet. Peter zegt het heel mooi en heel netjes. En misschien wel goed om daar gewoon ook iets vanuit mijn beleving aan toe te voegen. Inderdaad, stel je voor dat je als bedrijf met in de verschillende regio's met verschillende partijen werkt. En dan is het in onze business toch zo dat is kennen, kunnen, gunnen. Dat werkt lekker met elkaar. En dan komt die grote, nou 2 keer die grote blauwe reus, maar we zeggen. Die komen even met een nieuwe manier van werken. Ja, dan is het niet raar om aan te voelen dat daar culturele dingen gebeuren. Dat daar inhoudelijke dingen gebeuren. En wat ik het mooie vind, en ik zal eerlijk zijn, er ging geregeld ook zeker aan ons wat mis. En dan wist Peter bij te vullen, aan te vinden. Aan de andere kant op, is precies hetzelfde. Want er is ook wel een keer daar iemand die uit de bocht schiet. En als we elkaar dan opzochten. Maar waar hebben we het dan? Als je het concreet maakt. Waar heb je bijvoorbeeld wel eens laten liggen dan in het verleden? Wat je wel eens laat liggen is dat je even die je begint heel netjes inhoudelijk. En dan moet je aanvoelen wat de cultuur is. Hoe belangrijk het is dat die laatste er wel net is. En dat je dan even met elkaar dat stukje verder gaat. Of dat wij in de match van een van onze managers net die cultuur niet goed genoeg aanvult. Ja, dan moet je soms veranderen. Ja. Dat is zo'n persoon niet slecht om. Maar het gaat om die ideale match. Maatwerkoplossing voor de klant betekent ook een culturele maatwerk. Dus dat moet passen. Jullie daar hebben we eens op ingegrepen. Jullie moeten natuurlijk ook elkaars taal spreken, neem ik aan.
toch? Ja, het is niet alleen om elkaar taal spreken, maar onze vraagbehoefte, zeker in de markt waarin wij zitten, is ongelooflijk grillig. Ja. En dat moet je toch een beetje aanvoelen, dat moet je zien, dat moet je voelen dat de spanning soms ook in onze organisatie oploopt. En het is dan niks eenvoudiger dat we dat, en dat doen onze klanten met ons, als we kijken in een supply chain gedachte, en wij doen dat dan ook een beetje naar Randstad Inhouse Service, dan duwen we die druk een beetje door. Ja, en uiteindelijk aan het eind van de funnel zit dan Randstad Inhouse Service, want ja, we hebben wel die mensen nodig, want al die orders die we allemaal bestellen, ja, die moeten wel vanavond weer uit, want iedereen wil morgen weer zijn pakketje hebben. Maar ja, kijk, als je kijkt naar die business, hè, naar die branche, dat is toch gigantisch wat nu de vraag is. Van, door corona waarschijnlijk helemaal. Bestellen, dingen thuis willen hebben. Ik als consument alleen, als ik naar mezelf kijk, ik ben super verwend geworden. Ja. Ik wil het gewoon meteen. Ja, er staat een ongelofelijke druk op die supply chain. En dat betekent niet alleen wat we heel vaak merken met het leveren aan huis. Hè, dat zien we allemaal, PostNL en dat soort zaken. Maar wat daarachter gebeurt, of daarvoor moet ik gaan zeggen, gebeurt in de supply chain. Daar worden ongelofelijke prestaties geleverd om alles elke dag weer bij de consument te krijgen. Hou je dat nog vol? Is de vraag. Ja, maar uiteindelijk is dat onze core business. Dus natuurlijk houden we dat vol. Maar dat betekent wel dat je in de relatie met Randstad Interim of Randstad Inhouse Service, dat je daar wel scherp naar elkaar moet zijn om die behoeften te kunnen invullen. Niet alleen vandaag en morgen, maar ook wat doen we dan volgende maand. Wat is de potentiële behoefte, ook van de kandidaat van morgen, voor over een half jaar of over een jaar? Hoe ver kijken jullie? Daar moeten we nu al naar kijken. Wij kijken daar eigenlijk heel ver in. Ja? Ja, dat klopt. Als je naar de kandidaten kijkt, wat we. Kijk, in een schaarse markt, je moet altijd goed met mensen omgaan. Maar laat er dan een extra argument zijn om er nog beter mee om te gaan. En iedereen, jij wil aandacht, ik wil aandacht. Dus we kijken daar soms ook veel te moeilijk naar, veel te wiskundig. Dan moet je zorgen dat je in ieder geval iedereen aandacht geeft. Zodat op het moment dat het nodig is, dat je die ontwikkeling kunt bieden. Of die nieuwe opleiding, wat dan ook, dat mensen inzetbaar blijven. Ja. Dus het is echt belangrijk of je nou naar de logistieke voorkast kijkt of je kijkt naar de menselijke voorkast. Ja. Je moet gewoon vooruitkijken, ja. Regie nemen. Peter, kan je een paar voorbeelden geven van zaken die jullie samen hebben opgepakt? Ja, kijk, in een relatie heb je natuurlijk heel veel zaken die je samen doet. Dat zijn hele positieve dingen, soms ook wat lastigere zaken die je met elkaar deelt. Maar een van de echt unieke zaken die mij bijstaan is wet arbeidsmarkt in balans. Heel mooi verzonnen in Den Haag. Dan ga je zo langzaam naar het eind van het jaar toe. En dan vraag je van, ja, maar hoe zit die detail nou in elkaar? En dan kan niemand daar antwoord op geven. En dan ben je heel erg blij dat je een partner hebt als Randstad, die ons dan eigenlijk aan de hand meeneemt. En een gesprekpartner zijn, hoe gaan we nou invulling geven, gezamenlijk invulling geven aan deze wet? En als ik kijk hoe Randstad dat met onze DSV gedaan heeft, is dat denk ik absoluut uniek. En het mooie is, we hadden dat goed voor elkaar. Vervolgens kwam corona. En eigenlijk hebben we gezien in de eerste maanden van corona dat die samenwerking daar ongelooflijk goed uitbetaald heeft in de eerste maanden van corona. Want als je het hebt over die wet, hè, die is sinds januari van kracht. Hè? Dat is de zeg maar, er komt een nieuwe CO aan. Ja? Dit is de WAP, 2 jaar geleden is die ingevoerd. Wet? Arbeidsmarkt in balans. Ja, in balans. Dat klinkt voor mij als buitenstaander als iets heel moois. Heel goed, weet je, ter bescherming van. Maar ik hoor je toch cynisch zeggen, dat is mooi bedacht in Den Haag. Ja. Maar daar werd ik toch wel een beetje mee opgezadeld. Is dat een beetje het gevoel bij jou? Nou, ik denk dat de gedachte aan zich een hele mooie gedachte is. Maar uiteindelijk gaat het over hoe vullen we dat er samen in. Ja. En niet alleen hoe vullen we het in, maar hoe zorgen we dat onze medewerkers, die elke dag met die planning in aan de gang zijn, ook voldoende bouwstenen hebben, ook om naar elkaar dat huis te kunnen bouwen, zou ik maar zeggen, en daar invulling aan te kunnen geven. En dat is heel complex, zeker met een redelijk complexe wet. Ja. En zeker met de kosten die potentieel vanuit die wet ook voor ons als werkgever daaruit kunnen voortvloeien. En hoe managen we die kosten nu samen? En ik moet eerlijk zeggen, dat is echt uniek hoe we dat met z'n tweeën beide bedrijven hebben opgepakt. Ja. Daar zijn jullie er samen in opgegaan, ja, weer als partners. Samen. En ik had het net over Rien en op tijd zijn. Ja. Voor de zomervakantie, dus het was voor mij ergens in juni of zo dat we elkaar spraken. Toen hadden wij al zoiets van, Peter en dan met heel onze teams erachter natuurlijk, hè, van hey, er komt echt wat aan. Dan moeten we echt even serieus met elkaar op gaan tuigen. Zowel vanuit operationele zin, vanuit financiële zin, vanuit budgetten. Regeer eens vooruitzien, dat hebben we hier mooi gedaan. Ja. En dat is leuk dat iemand dat zo trots kan vertellen. Dat is natuurlijk wel mooi om te horen. Als je kijkt naar arbeidsmigranten, hè, maak je daar ook veel gebruik van? Wij maken heel veel gebruik van arbeidsmigranten. Ja. Internationale medewerkers. Ja, die zijn mooi belangrijk. Ja, internationale medewerkers, dat is echt exact. Mooi. Ja, exact. Mooi. Ja.
Ja, daar maken we heel veel gebruik van. Is essentieel voor ons. Ik denk ook essentieel voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Ik denk als we op dit moment, als we morgen stoppen met internationale medewerkers, dan staat de economie in Nederland stil. Ja, dat kan niet. Volstop. Ja. Kan niet. Dus een andere zaak waar we mee bezig zijn, is dat wij kijken naar huisvesting. Dat is een ander belangrijk thema in Nederland, schaarste van huisvesting. En we zien ook dat zeg maar, de huisvesting van internationale medewerkers, dat beperkt wordt. Ja. Dat laat ook wat de wensen over, toch, hier en daar? Soms laat dat de wensen over. Dus dat betekent dat als jij als bedrijf die gebruik maakt van internationale medewerkers, ook heel erg goed moet zorgen voor de huisvesting. Dus we zijn als DSV zijn we een project gestart om dat ook voor elkaar te krijgen. Er zijn de middelen ook voor. De ideeën liggen er. Ik denk dat de ideeën bij diverse gemeentes ook heel goed zijn ontvangen. We wachten nu op vergunningen. En we gaan dan uiteindelijk vanuit DSV en vanuit de behoeften van de internationale medewerkers, zoals zij graag willen dat ze willen gaan wonen, kunnen we die woningen gaan neerzetten. En ook daar werken we met Randstad als groep ook samen om de capaciteit die wij dan kunnen neerzetten, ook in bepaalde mate kunnen delen, zodat Randstad als groep daar ook gebruik van kunnen maken. En waar moet ik dan aan denken? Moet ik dan denken aan een soort van hotelachtige setting met allemaal kamers, iedereen eigen kamer, een badkamer, dat soort? Ja, er zitten in ieder geval eigen kamers. Het zijn een soort van appartementen waar voldoende ruimte in is, die ook state of the art zijn, mooie televisies erin en ook de deur sloten, dat je erin kan met je eigen telefoon, niet met allemaal sleuteltjes lopen te regelen en dat soort zaken. Maar ook in kader van de behoefte van ruimte en ruimtebeleving. Mensen hun eigen kamer hebben, privacy kunnen hebben. Want uiteindelijk, als mensen in een goede woonomgeving zitten, daar in het weekend ook met plezier ook activiteiten kunnen doen in een gym of andere zaken. Ja, dus. Gewoon goed geregeld. Gewoon goed geregeld. Want dat betekent, want daar wonen wel de medewerkers van DSV, de medewerkers van Randstad, die daar leven. En als die mensen daar op een juiste manier leven en op een plezierige manier leven, betekent ook dat ze met veel plezier naar hun werk gaan. Ja. Ja. Hoe gaan jullie om met schaarste dan? Ja, dat is natuurlijk onze core business. Het is natuurlijk, daar worden we voor gevraagd. En wat leuk is als je kijkt naar in-house, dan in 25 jaar tijd is de essentie van een maatwerkoplossing is niet veranderd. Wat er wel de laatste tijd echt versneld in veranderd is, en dan zijn we die mooie modetermen, maar data-driven en digitaal. Dat verandert wel echt. En dat vind ik ook mooi om te zien. Dat is ook heel mooi om mee bezig te zijn. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar het werven, recruitment, dan zie je dat we dat veel beter bijhouden, digitaal precies weten welke kanalen werken wel, welke kanalen werken niet. Hoe tweaken, conversie is ook zo'n term, van sollicitant tot aan het werk. Dat soort dingen maken we veel meer gebruik van data en digitalisering. Maatwerk, funnels voor DSV hebben we dan, of de andere klanten die hier aan tafel zitten. Dus daar leer je al enorm optimaliseren. Maar wat ik leuk vind om te melden, is dat je, werf is één, maar iedereen die niet weggaat, hoef je ook niet te werven. Dus ik vind verloopreductie het nieuwe werven. En ik vind dat daarin, en als je het hebt over vernieuwende kijk, daar kunnen we nog veel meer naar kijken. En dan vind ik het ook mooi, en niet geheel toevallig, maar ook daar is het voorbeeld bij DSV, dat we letterlijk bijhouden, en volgens mij kunnen de kijkers thuis dat ook op nu even zien van welke dingen dat zijn, bijhouden, wat zijn nou die verloopredenen? Letterlijk, kijk naar DSV Amsterdam, die hebben meerdere klantoperaties. Hè? Logistieke termen, maar die hebben dus meerdere klanten die zij bedienen. Wij weten precies op klant, organisatie, hoe het verloop is, waarom het zo is en kunnen daarop inspelen. En als we 1% minder verloop hebben, heb je 1% minder nieuwe mensen nodig. En als je bedenkt dat het heel lastig is om nu 100% te voorzien, is dat een cruciaal iets, maar zeker ook vanuit die gedachte van dingen beter willen doen. Want iedereen die wij beter behandelen en daardoor gelukkiger is, is ook waardevoller voor ons en voor onze klanten. Dat is echt wel een hele belangrijke. Als je het dan concreet maakt voor mij, kan je dan ook dankzij die technologie het menselijke maken en dus meer contact één op één creëren? Juist. Als je dan ook een mooi voorbeeld is, weliswaar praktisch, maar hoe belangrijk het is, jij wilt van jouw werkgever af te horen de vraag hoe is het met je? Ja, en of een ei of een bol. En als het dan heel, heel erg hectisch is, dan schiet het nogal eens in vanuit jouw leidinggever. Ja. Waar wij voor zorgen, het is geen hogere wiskunde overigens, maar je moet het even regelen, is dat al die contactmomenten geautomatiseerd zijn, dat we zeker weten dat ze plaatsvinden en dat iemand ook kan zeggen, en dat is dan een mooi systeem, we noemen het You Can Book Me, maar maakt mij niet uit hoe het heet, gewoon netjes even inschieten in de agenda van die accountspecialist, incidente plekken, ik wil echt even nu een goed gesprek voeren. Ja. Dan kun je het ontwikkelgesprek voeren, iemand is tevreden en degene die geen aandacht nodig heeft, die krijgt het ook even niet, of in ieder geval in ons rondje het werk voeren. Het kan gewoon geregeld worden. En dat leidt tot
een 8,2 aan gemiddelde flexwerkertevredenheid, in dit geval bij DSV. Ja. En dat vind ik wel mooi bij zo'n hele grote logistiek dienstverlener wat enorm op en af schaalt. Dus ik denk dat we samen trots op mogen zijn. Absoluut. En die 8,2 is fantastisch. Maar we zijn natuurlijk ambitieus. Hè? We willen steeds verder daarin. Een van de andere zaken waar we ook ongelooflijk trots op zijn in het kader van de samenwerking. En dat past een beetje in hetgeen wat net gezegd wordt. Is een stukje integraal planning. Wij hebben natuurlijk een stukje, of wij hebben heel veel klanten in Nederland zitten die elk zijn eigen planning heeft. En wat het belang is van onze medewerkers die bij ons werken, zeker de flexmedewerkers, is dat we zoveel mogelijk uren garanderen. En hoe kan je nou uren garanderen voor de medewerkers? En met uren garandeer je dus inkomen. En dan heb je ook bestaanszekerheid, zullen we zeggen, voor mensen. Ja. Geeft rust. Ja. Is dat we over de sites heen de planningen kunnen maken zodanig dat we mensen de uren die zij bij ons komen werken ook kunnen garanderen over tijd heen. Misschien niet altijd op die plek of bij die klant, maar wel bij DSV, zodat aan het eind van de maand ook de facturen betaald kunnen worden. Waar we van tijdspannen hebben het dan over, minimaal? Is dat ook, weet je, dat je zegt van nou, dat is minstens wel een maand of twee maanden? Of gaat dat niet in die zo'n tijd? Nou, wat wij afspreken is als mensen bij DSV komen werken, als ze 2 of 3 maanden komen werken, dat ze in die 2, 3 maanden ook dan de uren kunnen maken. Dat sluit ook een beetje aan op wet arbeidsmarkt in balans. Ja. Dat we, en daar wordt soms wat negatief over gedaan, we hebben nu eenmaal flexibiliteit in de logistiek nodig. Maar dan is het ook belangrijk dat we mensen over een langere periode die uren kunnen garanderen. En dat betekent niet altijd dat die 8 uur op vandaag gemaakt kunnen worden, of die 40 uur deze week. Maar het kan best wel zijn dat je in de ene week 30 uur draait en die volgende week dat je dan 38 uur draait of 48 uur. Maar dat we daarin kunnen verschuiven. En ik denk dat we daar, als we kijken, ook we praten met sociale partners, dat we daar ook heen moeten naar de toekomst. Want wij vragen als consument ook flexibiliteit van die supply chain van de logistieke markt. Ja. Dus we moeten daar ook flexibel kunnen inspelen. Wat altijd heel fijn is om iemand uit het werkveld te horen praten. Die praat over de laatste ontwikkeling op het gebied van technologie. Dit is Fasiel en hij deelt zijn ervaring met ons. We zijn bij DSV Nederland in Venlo. Hier werkt Fasiel op de inbouwafdeling. Onlangs heeft hij via Randstad een Reach Truck opleiding gevolgd. Hi, my name is Vasil. I started 3 years ago. Work for Randstad in the normal basic receiving. After a couple of months, I get opportunity for another departments for picking pack. Peter from Randstad came to me and gave me this opportunity to get this course for Reach Tracker. Reach Tracker, exactly. You can take pallets from the floor and storage them in the shelves. 2 months ago, I just finished the training. I really enjoyed the training. I'm happy to learn some new things. I'm so proud of me because I passed this exam. It was a good opportunity for me. Now, with the Reach Track, I'm able to do different things for another department. I can, for example, storage the pallets in the warehouse on the high locations, also as well the low locations, which I wasn't able to do it before. Now I can do different things also because of this license. Mooi om te zien, hè, dat jullie dan iemand echt gewoon aanreiken, hè, van hier. Je kan jezelf meer ontwikkelen bij ons. Dit is absoluut fantastisch om te zien. En, waarom is dat zo belangrijk volgens jou? Nou, het is belangrijk omdat wij, als wij mensen bij ons aan het werk komen, dat we ze ook begeleiden en dat we mensen kunnen ontwikkelen. En het begint eigenlijk al aan de voorkant. En dat is ook iets wat we samen met Randstad verder hebben ontwikkeld, is het hele onboarding. Hoe heet je iemand welkom in je bedrijf? En we kennen het allemaal, als je op een plezierige manier welkom wordt geheten, dan voel je je daar thuis, dan voel je je daar comfortabel, dan kan je daar lekker werken en dan start je ook veel fijner. Heb je ook de ruimte om af en toe eens feedback te geven over hetgeen wat je tegenkomt, wat je denkt van, hey, kan dat anders? En dat is wat wij als bedrijf ook graag willen, want we willen graag leren van onze medewerkers. Ja. En dat hele onboarding, hoe komen mensen binnen? Hoe werven we mensen samen? Nou, daar hebben we natuurlijk ook heel veel geleerd van Randstad, want dat heeft met name heel veel kennis ook van hoe ga ik nou die markt benaderen en werken. Funnels in de markt kunnen wij daar goed voor gebruiken. Maar uiteindelijk is het, als de medewerker bij ons de voordeur binnenloopt, is het natuurlijk heel belangrijk hoe gaan we die ontvangen, hoe gaan we die een training geven, wat hoe gaan we die verder begeleiden. Exact. Ja. Ja.
Dat is een bewuste keuze. Is dat een idee van jullie dan? Hebben jullie dat zelf zo bedacht dat je dacht, ja, daar moet je wat mee? Nou, het ligt even aan waar je nu... Kijk, per definitie, binding en begeleiding is enorm belangrijk. En waar wij als Randstad in geloven, toevallig gaat het hier dan over opleiden, of niet toevallig, Randstad Boost, wij geloven er echt heilig in. En Jacques had het er al over. We hebben daar een verantwoording te nemen, een verplichting. En ja, dan moet je toch je mensen aan het handje nemen om dat te doen. Dat gebeurt niet per definitie vanzelf. Terwijl als je doet, zag je het resultaat. Ja. Dus dan mogen we best een beetje beter ons best voor doen. En wij noemen het dan Randstad Boost. Maar het gaat over samen opleiden en mensen binden, begeleiden, ontwikkelen. Ik vind dat de mooiste zin van deze uitzending. I'm very proud of me. Dat was Fasiel dat zegt. En zo is het ook. Hij is gewoon heel trots. Ja, maar dat is goed. En in die zin kan hij ook trots zijn op Randstad. Hij kan trots zijn op DSV. Vaak ook voor de klant waarvoor die werkt. En dat is prima als dat op die manier ontstaat. Want dat betekent dat je saamhorigheid krijgt. Dat je samen ergens voor staat. En dan betekent ook dat wij de logistieke uitdagingen die wij als bedrijf ook hebben, ook samen met onze medewerkers aankunnen. Ja, Peter, mag ik jou hartelijk danken voor deze bijdrage. En zie je de toekomst er nog tegemoet? Wij zien de toekomst heel goed tegemoet en ik hoop dat we absoluut nog vele jaren met elkaar kunnen samenwerken. Is dit nog een huwelijk dat wel even doorgaat? Zeker. Met ups, met downs af en toe, met een beetje wrijving, maar zonder wrijving geen glans. Heel goed. Dankjewel. Succes. Holding hands at midnight, 'neath the starry sky. Nice work if you can get it. And you can get it if you try. Strolling with the one girl, sighing sigh after sigh. Nice work if you can get it. And you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Would you ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. Oh, it's nice work if you can get it. And if you get it, won't you tell me how? Loving one who loves you, and then taking that vow. Oh, it's nice work if you can get it. And if you get it, won't you tell me how? Dank jullie wel. Kat en Hans en Dominique, jij bent druk aan het schrijven. Gaat het allemaal goed? Want zullen we tegen? Oh, goed, dan ga je zo meteen voordragen. Ja. Inmiddels ook aangeschoven bij mij aan tafel Michiel Harmsen van Group Manufacturing Director Axel. Hele chique naam. Zometeen gaan wij praten, gaan we de diepte in. Maar toch eerst even terug naar jou, Hans. Ja. Want de Sociaal-Economische Raad, oftewel de SER, kwam dit jaar met een adviesrapport op het gebied van flexwerken. Wat is de laatste stand van zaken? De laatste stand van zaken is dat we per 1 januari, volgens mij kunnen mensen nu ook zien, zijn er wijzigingen in de CAO opgenomen van de ABU. Waar we vooruitlopend op het advies, want het is letterlijk nog een advies, toch al een aantal dingen in de geest hebben overgenomen. En ik denk dat iedereen op zich de punten kent, dus die ga ik niet oplezen. Maar wat wel leuk is, hoe wij dat vanuit in-house, en eigenlijk was net het bruggetje al met de WAP met Peter, regeer is vooruitzien. Dus wij zijn nu ook met onze klanten in gesprek. De impact van die CAO, wat is dat financieel, wat is dat operationeel, wat betekent dat voor je pool, zeg maar de groep van flexwerkers en de contractvorm die ze hebben. Zodat we zeker weten dat ook na 1 januari de flexibiliteit die de klanten nodig hebben en de zekerheid waar onze mensen recht op hebben, dat het matcht. Dus daar zijn we volop mee bezig. En wat ook leuk is, en dat is nog wat langere termijn, is die SER heeft natuurlijk een aantal componenten in zich, wat nog advies is, maar waarbij we er wel van uitgaan dat, nou ja, met alle dingen die er bij de overheid spelen, dat die ook echt overgenomen gaat worden. Dan zie je 4 componenten. Eentje ervan is een bredere welvaart. En de meest praktische daarbij is dat we met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt de lonen willen ophogen. Gewoon bredere koopkracht voor iedereen. Tweede punt is dat er nadrukkelijk advies is over een bewuste keuze tussen vast en flex.
Oftewel, vanuit het CER-advies wordt gezegd, structureel werk zal in principe ook met vaste contracten moeten worden gedaan. Vast zou aantrekkelijker gemaakt moeten worden, dus flexibeler. En last but not least, daar waar je gebruik maakt van uitzenden, doe dat dan goed. Allemaal dingen waar wij overigens 100% achter staan, hoor. Als je dan vervolgens kijkt, is er een derde component. Het werk moet goed gereguleerd zijn. Goed geregeld, goed gereguleerd. En dan zegt de commissie Boslab, en die, nou, om het wat simpeler te maken, zijn eigenlijk maar drie soorten werk. Je bent of in vaste dienst, of je bent uitzendkracht, of je bent ZZP'er. En by the way, als je dat dan zegt, zorg dan ook eventjes dat je het goed handhaaft. Dus dat we ook zeker weten dat het speelveld voor iedereen gelijk is en dat er niet op arbeidsvoorwaarden geconcurreerd gaat worden. En de laatste die we dan zien, en die is overigens ook al vaker te sprake gekomen, is een duurzamere arbeidsmarkt. Oftewel, mensen zijn zouden weerbaarder en wendbaarder moeten zijn. We hebben al gezien dat mensen uit zichzelf niet per definitie zich laten opleiden. Terwijl als je de veranderende wereld ziet, moet je eigenlijk wel zorgen dat je steeds inzetbaar bent. Dus daar hebben ze een beetje hulp bij nodig. Dus wat dat betreft, dan is het ook echt belangrijk dat wij van werk naar werk, dat we dat ook praktischer en beter gaan vormgeven. Dat zijn vier componenten. Nou, het zal je niet verrassen als dat nu al een advies is. Zijn we er natuurlijk ook mee bezig met wat kunnen wij er als Randstad mee? Een van de dingen die al geroepen werd en die ook in dat CER-advies terugkomt, is dat je de internationale medewerker, dat je het gewoon netjes moet regelen. Nou, ik denk dat het voorbeeld met Peter tekend is, dat we dat vanuit de groep ook gewoon willen doen en daar ook wel stevig op zullen groeien. Een andere die belangrijk is als je minder flexibiliteit uit de uitzendkrachten wil halen, kun je ook meer uit de vaste medewerker halen. Hey, dat hebben we eerder gehoord. Dat zou maar zo de integrale inzet van personeel kunnen zijn. Dat doen we nu bij 1 op de 5 klanten. Ik verwacht echt, en daar hebben we het zo met Michiel ook nog wel eventjes over. Ik denk dat dat echt serieus gaat groeien. Als je kijkt naar, ook dat kwam ter sprake, we zijn eigenlijk al marktleider in outplacement. Nou, als we daar in die lijn handigere oplossing van werk naar werk, die breder geadopteerd worden, ja, dat is een route. Daar kun je ook bijna niet aan ontkomen. En dan de laatste, daarmee niet zeggen compleet te zijn, maar dan denk ik dat ik genoeg voorbeelden heb genoemd, is als je kijkt naar flexibiliteit, dus meer zekerheid voor uitzendkrachten en toch het behoud van flexibiliteit. Want in alle eerlijkheid, mijn klanten en daar de klanten van, jij dus, die gaan niet anders kopen. Die blijven doen wat ze doen. En sterker nog, dat wordt vaak sneller. En je wilt nog meer. Dus als wij nou de volumes iets opkrikken, ik zeg het even raar, maar stel dat wij klanten combineren, en nog steeds de maatwerkoplossing voor klant, maar de maatwerkoplossing op regio, kun je meer zekerheid aan de flexwerk bieden en met daarbij behorende contracten en kun je de flexibiliteit aan klanten. Tuurlijk, dat is theoretisch, maar ik geloof wel in dat soort modellen en die zijn we ook al aan het proberen. Ja. Dus wij gaan ervan uit dat het advies echt wel doorkomt en daar zijn we dan ook wel klaar voor. Precies, je bent er klaar voor. Ja. Dat is wel duidelijk. Ja. Michiel, jullie zijn de grootste leveranciers op het gebied van fietsen, hè, in Europa. Wij zijn een van de grootste in Europa. E-bikes. Ja, en reguliere fietsen. Eigenlijk alles. Compleet sport, leisure, alles. Ja. En op 1 na grootste op gebied van fietsonderdelen en accessoires. Grote speler. Hoe lang is nu de gemiddelde wachttijd voor een e-bike? Dat is een beetje verschillend welk type het is. Maar laten we zeggen 6 tot 7 maanden is geen uitzondering. Dat is niet normaal. Helaas, ja. Helaas. Ja. Want hoe is het nu? Want het gaat echt als de brandweer. Maar gaat het te goed? Het gaat als de brandweer. De behoefte van de consumenten is groot. We kunnen heel veel verkopen. En er is ook heel veel verkocht al door dealers. Maar wat je ziet is dat de componentenmarkt heel overspannen is. Dus het is heel moeilijk om voldoende componenten te krijgen. Vanuit, in dit geval, het Verre Oosten, maar ook vanuit Europa. Om alle fietsen te kunnen maken. Ja. Vind je dat zorgelijk? Nou ja, weet je, ja, dat natuurlijk is dat zorgelijk, want we willen graag onze klanten bedienen. Als mensen graag een fiets willen hebben, die willen fietsen, die willen dat plezier beleven, die wil je beleveren. Ja. Dus dat is vervelend, ja. Daar voelen we ons niet prettig bij. Maar je ziet in de hele markt, in de hele fietsenmarkt wereldwijd, deze overspannen situatie. Ja. Jullie zijn al best wel lang met elkaar getrouwd, hè, hier aan tafel, of niet? Zo'n 30 jaar, wat is het nu? Wat vieren we samen? Ja, ik denk iets meer dan 30 jaar. Is het een liefdevol huwelijk? Nou, het woord huwelijk is wel vaak gevallen. Ja, het is een en volgens mij is bij ieder huwelijk ook al gevallen dat het af en toe knalt. En dat is in die zin hier ook niet anders. Dat we af en toe, dan zijn er wel momenten dat Axel ook zegt van ja, het wordt even tijd dat we de boel een beetje frisse wind inblazen. Dat is niet zo bedoeld, maar op een of andere manier kan dat maar zo af en toe wegzakken. Ja, na 30 jaar, dan blijf je. Dat is lastig om dan altijd maar vernieuwend te blijven samen. Nou ja, dat is lastig. Aan de ene kant is het lastig, aan de andere kant ook niet. Kijk, de parallel met het huwelijk is natuurlijk heel aardig, want we zijn niet meer getrouwd. Hè. 30 jaar geleden zaten we in onze wittebroodsweken. Hans was het nog niet, ik was het niet, maar de bedrijven. Ja. Toen werkten we op een bepaalde manier samen. Later werd dat er is. Hè, want het is begonnen echt met Randstad Uitzendkrachten.
daarna werd het RIS. 10 jaar geleden werkten we op een andere manier samen. En we werken vandaag op een bepaalde manier samen. Zoals we dat over 5 of 10 jaar niet meer zullen doen. Want onze arbeidsmarkt verandert, onze afzetmarkten veranderen, de behoeftes veranderen. Dus we zullen mee moeten groeien. Ja. En daar zijn we ook mee bezig. En dat maakt het ook leuk. En dat is wat Hans dan zo graag innovatie noemt. Ja. Wij zeggen gewoon handen aan de ploeg en vooruit. Want wat haal je mee? Wat geeft jou de meeste voldoening uit deze samenwerking? Nou, dat, kijk, belangrijk is dat je elkaar kent. Hè? Dat je elkaars processen kent, dat de mensen elkaar kennen. Want binnen een huwelijk is vertrouwen heel belangrijk. Ja. Dus je ziet dat we samenwerken op een bepaalde manier van vertrouwen. Ja. En doordat dat vertrouwen er is, kun je ook knallen. Kunnen we elkaar de waarheid zeggen? Kan het ook eens een keer gebeuren op een manier dat je zegt van achteraf, nou, we misschien iets anders moeten doen. Maar dat hoort erbij. En dat vertrouwen, dat maakt dat je samen verder kunt. Ja, maar dit gaat natuurlijk verder. Ik neem aan dat jullie samen ook innoveren en nadenken, toch? Ja, Michiel zei het al met de knip over Hans, wil dat graag horen. Ja, het is maar net hoe je het noemt. Maar feit is dat we vanuit dat soort momenten, dan komt ook weer even de agenda op tafel. En de agenda klinkt mooi, maar dat is eigenlijk niks anders dan strategie, plan van de klanten. Want dat is natuurlijk waar wij maatwerk oplossingen voor bedenken en niet andersom. Wij zijn afhankelijk van. Dat weet Axel altijd heel goed op tafel te leggen. En dan komen daar dingen uit die wij graag samen optuigen. Sterker nog, vorige week hadden we nog een mooi filmpje hebben opgenomen over de integrale inzet van personeel. Die ze onder andere bij jullie en ook bij NXP en bij Dijka opgenomen. Waar we in een bepaalde fase met integrale planning bezig zijn. Dat kunnen we dan vervolgens ook weer inzetten. Dus noem het innovatie, noem het vernieuwing, noem het een goede dienstverlening die in de markt gewaardeerd wordt. Ja, dat tuigen we wel samen op. Ja, dat vind ik wel mooi. Ja, maar hoe hou je elkaar scherp dan? Nou ja, letterlijk af en toe zeggen wat je verwacht en dat het weer tijd is voor wat nieuws. Ja. Het gaat niet letterlijk zo, maar zo, als je terugkijkt zijn er wel die momenten geweest dat het weer eventjes... En dan ga je met elkaar om tafel zeggen, oké, nu wordt het tijd voor weer een nieuwe vorm. Ja, waar gaan we nou verdiepen? Nou, en wat je dan ziet is dat we dan samen ook onze processen nog eens een keer doorlopen met elkaar, hè, met jullie procesmanagers. Ja. Die stellen dan soms hele vervelende vragen. Wat is een hele vervelende vraag? Nou, waarom wij bepaalde dingen doen en hoe doen we dat? En wij zijn vanouds techneuten. We zijn fietsenmakers, zoals het zo mooi heet. Natuurlijk hebben wij ook een HR-poot en die proberen ons daar ook in te ondersteunen. Maar de mensen van Hans doen dat ook. En wij zoeken vaak, als we bottlenecks zien, ook technische oplossingen. Terwijl er dan ook vraagstukken op tafel komen. Maar kun je dat ook op een andere manier binnen je HR-afdeling of binnen je arbeidspool oplossen? En dat is soms even slikken, want wij techneuten en eigenwijze managers zeggen dan wel eens, nou, weet je. Maar achteraf denken we, nou, daar moeten we toch nog eens even over verder praten. Ja. En dat maakt het ook leuk, want je leert ook van elkaar op dat moment. Maar waarom kies jij ervoor om de inzet van personeel uit te besteden? Waarom doe je dat niet zelf? Ja, die vraag hebben we ons ook zelf gesteld. Van, waarom doe ik het niet zelf? En de eerste vraag is eigenlijk van, waarom willen we dit? Waarom willen we nou integraal plannen? Waarom willen we dat nou, willen we die pool van onszelf en die pool van Randstad samen plannen? Waarom? En toen we die proces aan het ontleden waren, ontdekten we dat Randstad, RIS moet ik zeggen, heel druk bezig was met mensen te plannen. En ondertussen zaten op onze afdelingen al die teammanagers ook al die mensen te plannen. Oké, we krijgen deze mensen, dan gaan we Jantje daar neerzetten, Pietje daar neerzetten. En soms waren teammanagers, teamleiders, 40-50% van hun tijd bezig om die mensen op de goede plek te zetten. Terwijl je eigenlijk wilt dat ze bezig zijn om het proces te verbeteren. En die eye over de bol te geven aan die medewerker en mensen te trainen en te ontwikkelen. Ja, als 40-50% van je tijd daarin kwijtraakt, dan slaan we ergens de plank mis. Dus dat moest anders. En dan kom je bij de vraag, ja, wie moet het dan gaan doen? Want je hebt een nieuwe functie, nou, daar is kennis voor nodig, daar is een stukje ervaring voor nodig. Maar je moet systemen hebben om dat uit te voeren. Ja. En omdat het om mensen gaat, moet je ook goed kunnen communiceren. Ja. Nou, die kennis en ervaring hadden we wel, systemen hebben we niet, waren die communicatiesystemen niet. En toevallig zat ik aan tafel met iemand die zei van, nou, daar kunnen wij misschien wel iets in betekenen. En toen zijn we ook, dat moeten we niet doen. Oh, ja, hou maar een beetje vast, want wij moet een beetje vastdraaien, ja. Oh, ja. En toen zei je? En toen zei Hans ook van, laten we dan eens kijken naar het integraal plannen, wat wij voor jullie kunnen doen. Ja. Ja. En dat is gewoon dus die goede samenwerking geworden. En dat is die hele goede... Dus, je kan eigenlijk niet meer zonder, eigenlijk, als je het zo bekijkt. Of wel? Zou het kunnen? Nou, ja, we zouden zonder kunnen. Want anders zou het betekenen dat als de Randstad er is niet meer bestaat, dat Axel dan ophoudt te bestaan. Dat kan natuurlijk niet. Maar liever niet? Maar liever niet. Nee. En het zal natuurlijk het nodige kosten om dan opnieuw zaken in te gaan regelen. Een enorme investering. Dat is een enorme investering, zowel in middelen als in tijd, wat je liever niet wilt. Ja. Ja, we hebben deze uitzending ook al vaak over het belang van opleiden gehad van kandidaten. Kijk, daar denken jullie natuurlijk allemaal hetzelfde over. Dat is heel belangrijk. Friesland Campina heeft een heel mooi voorbeeld van een kandidaat die heel veel baat heeft bij zo'n opleidingstraject.
In Veghel ontmoeten we Kevin. Hij werkt sinds kort via Randstad bij Friesland Campina, waar hij zich laat omscholen tot Operator B. Kevin, wat deed je hiervoor eigenlijk? Ja, ik was hier voorheen was ik manager bij de McDonald's. En ja, het was in principe aardig werk. Maar mijn schoonvader die is werkzaam hier bij Friesland Campina. En ik heb natuurlijk best wel vaak met hem gehad over werk. Toen zei hij tegen mij dat er een vacature was via Randstad bij Friesland Campina. Ja, daar heb ik dus op gesolliciteerd. En ja, via Randstad ben ik dus hier bij Friesland Campina binnengekomen. Ja, Friesland Campina heeft wel hoge eisen aan kwaliteit en veiligheid. Dus in samenwerking met Randstad is me dus een opleiding aangeboden om hier als operator B aan de slag te gaan. Hoe ziet je week er nu uit? Nou ja, op dinsdagen ga ik hier naar school, naar mijn opleiding. Dan ben ik 4 uur bezig met theorie en 4 uur bezig met mijn opdrachten. Met behulp van mijn opdrachten ga ik hier tijdens mijn werkdagen het veld in. De dingen die mij worden geleerd, die probeer ik ook echt toe te passen op mijn dagelijkse werkzaamheden daarmee. Kun je iets meer vertellen over die dagelijkse werkzaamheden? Nou, op onze afdeling komt dan melk binnen. En mijn taak als procesoperator in de opleiding is om te zorgen dat de melk aan de juiste kwaliteitseisen voldoet. Dus die ga ik analyseren. Zodra de melk goed is bevonden, dan sturen we hem door naar een andere afdeling. En dan is het mijn verantwoordelijkheid dus dat het bij de juiste afdeling komt. Hoe zie je je toekomst voor je? Ja, ik denk uiteindelijk als ik mijn operator B heb afgerond, wil ik inderdaad gewoon doorgaan voor operator C. Ik heb zelf zoiets van, als het me aan wordt geboden, dan is het natuurlijk extra bagage wat je mee kan nemen. Ja, een opleiding is gewoon heel erg kostbaar. En het feit dat het vanuit Randstad en Friesland Campina gewoon op mijn bordje wordt gelegd van, nou, als jij verder wilt ontwikkelen, dan zijn hier jouw kansen. Ja, die pak ik natuurlijk. En wat vind je het leukst aan je nieuwe werk? Ja, ik kom dus vanuit de McDonald's en ik sta hier nu bij Friesland Campina. En ik heb compleet het roer omgegooid. Het is echt totaal iets anders. Dus ik ben wel heel erg dankbaar dat ik dus een opleiding heb gekregen om het daarin te kunnen ontwikkelen. En ja, ik heb er gewoon heel veel zin in om mijn opleiding te voltooien en hier gewoon echt volle bak aan de slag te gaan. Mooi om te zien, hè, hoe iemand dat zo oppakt. Ja, dit is geweldig. En dit is denk ik de droom van iedere werkgever. Dit soort enthousiaste mensen. En dat is ook waar wij voor gaan. Wij zijn ook bezig met trajecten met het ROC in Friesland om dit soort trajecten aan te bieden aan mensen. Ja. Dat is de toekomst. Ja, het is wel inderdaad zaak dat je het dan ook oppakt. Zeker. Hè, en dat je er iets mee doet, ja. Zoals deze jongen. Ja. Mag ik jou danken? Heel veel succes. Dank je wel. Work, 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 work. You see me heavy work, 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 work. Work, 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 work. Let's get ready for the work, 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 work. Just get ready for the work, 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 work. Dankjewel, Brechtje en Hans. Ja, dan is het nu tijd voor onze huis. Dichteres, nou huiszangeres. Hele uitzending heeft ze meegeschreven, Dominique. En daar heeft ze iets van gemaakt. En dat gaat ze ons nu laten horen. Dus wij zijn heel benieuwd, toch Hans? Spannend. Dominique, de vloer is van jou. Nou, daar gaat hij dan. Een jubileumfeestje. Het gezelschap wist van wanten. In een studio vol steigerhout, bruinleer en kamerplanten. We hadden veel te vieren. Dat was dadelijk zonneklaar. Alles onder één dak en dat al 25 jaar. Hans in bruine kooltrui kleurde fraai bij al dat hout. Hij was een van de zwaargewichten, zo werd ons hier toevertrouwd. Twee nieuwtjes van de dag, Cleo Smit was weer terecht. En beterschap voor Merel Westrik werd door Leonie gezegd. Hans sprak over vergrijzing, schaarste en de maatschappij. Miljoenen stonden aan de zijlijn, zo vertelde hij. Hij bedankte nog graag wat mensen toen hij aan de tafel zat. En toen Jacques die vertelde wat hij heel lang geleden verzonnen had. In 1991, zo kregen wij te horen, had Jacques hele goede ideeën en was Leonie nog niet geboren. Terwijl Jacques over red carpet treatment hier zat te praten, zag ik twee mannen op de reservebank die onder de geraniums zaten. Een breed profiel van mensen maken, dat was essentieel. Mensen wisten het zelf niet, maar konden meestal heel erg veel. Niet harder, maar anders lopen, want daar zat toch de crux. Of dat nou over snoep ging, meldde Jacques, of over trucks.
Leonie maakte zich zorgen, zat wat angstig hier te rillen. Ze mocht Jacques zijn telefoonnummer, nou dat zou ik ook wel willen. Frank sprak van een huwelijk en erkende toen meteen: we hebben elkaar nodig, want niemand kan het toch alleen. Maar rondreizen in een campertje met je eigen lieve vrouw, Jacques die zei onmiddellijk dat hij dat beslist niet wou. Want dat was ook het huwelijk, Jacques die constateerde al ras dat als hij dat moest doen, hij binnen een week gescheiden was. Peter schoof aan tafel aan en toen hij was gezeten, wat Hans had laten liggen, wilde Leonie eerst wel eens weten. Leonie was verwend geworden, want zij wilde alles nu meteen. Dat had invloed op de relatie tussen Hans en Peter, naar het scheen. Wet arbeidsmarkt in balans, Peter vertelde dat hij bij de uitvoering van die wet aan Randstad heel veel had. Die wet complex, de kosten hoog, werd door Peter uitgelegd. Maar de samenwerking met Randstad bleek uniek, zo werd toen trots gezegd. Arbeidsmigranten huisvesting, wat was maatwerk per klant? Peter wou een goed geregelde huisvesting voor iedere arbeidsmigrant. Dat zou ook moeten voor artiesten, want zelf zing ik het hoogste lied. Maar Hans en Brechtje, mensen, die wonen echt zo feestelijk niet. Peter pleitte hier voor nog meer flexibiliteit. Leonie, zij luisterde aandachtig en prikkelde de hele tijd. Merel Westrik miste maar een hoop. Ik constateerde al ras dat het huwelijk tussen Peter, Hans en Leonie bepaald niet rottig was. Naast mij zit trouwens Hans, die vier zijn instrument bespeelt. Hij was in-house, dus ik heb hem vandaag met Brechtje Kat gedeeld. Dit is ook een huwelijk en met sleur, zoals u ziet. Want ik werk nu 10 jaar met hem samen en hij speelt altijd hetzelfde lied. Hans van Gelderen, dames en heren. Nou, het filmpje van Waziel die trots en vrolijk stond te stralen, omdat hij zijn reach truck diploma had weten te behalen. Ik dacht bij mezelf, dat zou Hans hier ook eens moeten doen, want het voordeel, zei Waziel, dat hij nu allemaal verschillende dingen kon doen. Als je welkom werd geheten op een plezierige manier, Peter constateerde, nou dan werk je ook met meer plezier. Binding en begeleiding, Waziel was very proud of me. Dat is de mooiste zin van deze uitzending, verklaarde Leonie. Hans en Brechtje zongen weer, wat ontzettend goed beviel. Toen werd het CER-rapport besproken door andere Hans en door Michiel. Alweer een goed huwelijk, misschien heb ik mij wel vergist. Maar Hans had met iedereen een goed huwelijk, het was een ware bigamist. Weerbaar en wendbaar wezen, Hans was klaar voor het advies. Michiel zat in de e-bikes en leed daar nog geen verlies. Maar de wachttijd die was maanden, dat bleek minder te bevallen. En het huwelijk van Hans en Michiel, daar bleek het flink te knallen. Ja, vertrouwen was belangrijk, gaf Michiel toen te verstaan. Maar een scheiding, daar dachten ze echt geen van beiden aan. De fietsenmaker en HR, soms was het slikken, zei Michiel. We zouden zonder kunnen, maar het bleek dat het toch heel erg goed beviel. Alweer een filmpje, we zagen Kevin, zijn carrière leek mij goed gelukt. Hij was door zijn schoonvader bij de McDonald's weggeplukt. Jong, enthousiast in opleiding, het was allemaal dik in orde. Want van hamburgerverkoper was hij melkexpert geworden. Work, 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 zong Brechtje en ik voelde mij gesterkt. Want het zal u niet ontgaan zijn, ik heb heel erg hard gewerkt. En Hans met zijn muziek heeft hij getracht u in te pakken. Je zou niet zeggen dat hij 3 uur geleden bij de Mac nog hamburger stond te bakken. Een heugelijke dag, het is vandaag al vaak gezegd. Want wij staan niet aan de zijlijn en Clio Smit is weer terecht. Merel wordt vast gauw weer beter, 1 ding heb ik nog te wensen. Frank zijn telefoonnummer voor mij en alle andere bange mensen. Ik kan heel erg veel, een breed profiel, ik juich het toe. Ofschoon ik zelf al jarenlang precies hetzelfde doe. Ik zorg iedere keer weer dat mijn gedicht helemaal rijmt. Want als het 1 keer niet rijmt, huren ze de volgende keer Nico Dijkshoorn in. De moraal. Ik was very proud of me en het was mij een groot plezier dit jubileumfeest te vieren met u thuis en jullie hier. Ik hoop op uw waardering minstens een 8,2. En we zaten hier gezellig. En we zaten hier oké. Dankjewel, Dominique. Geweldig zeg. Jeetje, dat in een uur tijd. Ongelooflijk. Ja, daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Ja, Hans, als je jarig bent, moet je trakteren. Ja, dat klopt. Ik heb hier iets liggen.
Wij gaan ervoor zorgen, al die mooie verhalen van klanten, kandidaten, collega's. Echt, echt mooi boek om te lezen. De mensen die geluisterd hebben, wij zorgen ervoor, of die gekeken hebben, moet ik zeggen. Die geven wij zo'n boek. Dus wie jarig is starteert, dit kunnen ze tegemoet zien. En dan ga ik proberen wat te laten zien. Dat lukt natuurlijk niet. Dat is lastig. Afstand. Maar het is een mooi magazine. Maar neem van mij nou aan. Het is gewoon echt een mooi En die boek. Krijgt iedereen toegestuurd die nu zit Zeker. Te kijken. Mag ik jou danken? Mag ik iedereen danken hier voor jullie bijdrage en de komst naar de studio? En natuurlijk jullie voor de muzikale bijdrage. Dominique, ook ontzettend bedankt voor je mooie gedicht. En jullie thuis voor het kijken. Het gaat jullie goed. Jij ook. Wellicht tot de volgende keer. Dankjewel, Hans. We'll be right back.